Hey, hallo. Hallo. Welkom bij weer een nieuwe video. En waar zitten wij nog steeds, Chris? Het is nog steeds op Beekse Bergen. Ja. En wat hebben we achter ons dan? Ja, wat denk je? Giraffen staan en alle beesten staan ook goed. Allemaal beesten. Wij zitten in de lodge, zoals jullie wel weten. En vandaag gaan wij het Safari Park zelf ontdekken. Te voet. Lopend. Dus blijf lekker kijken. Abonneer alvast. En wat nog meer? Maak de reactie achter en deel de video. Precies, dat. Dus tot in het park. Misschien durft hij het, ik weet het niet. Dichterbij komen. Ja, dat lukt wel. Ik denk ook, bekijk het jou, dat is een schrikdraad. We zijn gaan zoeken nou. Het is te ver. Het is te ver, hè? Je hebt al zo'n lange nek. Lukt het hier dan? Ik heb niet zo'n grote tak. Nou. Nee, heb ik helemaal niet. Oh, kijk, hier is het dichterbij, hè? Ja, lukt die? Oh. Ja, hij heeft hem! Ja! Je hebt ook wel een hele grote top. Nee, niet doen! Nee! Kijk uit, knul! Exclusieve toegang. Maar ik vind het een beetje eng. Ja, dat is voor jou. Dus dan moet je liever even vasthouden. Nog een code. Ja, dat is hem. Het duurde even, de tijgercode pakte die niet. Kijk, daar heb je die uitdagende giraf weer. Ik heb wat gespoord. Een gorilla. Ja. Wat zijn dit voor een beesten? Weet ik niet. Dit zijn... hier staat het op. Oh, hier staat het, ja. Dat is de impala. En ze hebben wel natuurlijke nieuwsgierigheid. Ja. En wij vanmorgen ook gedaan. Ja. Wakker worden met dit uitzicht. Wat zijn dat, hé? Chris. Dat zijn pelikanen. Zijn dat nou pelikanen? Ik lijk nou net zo'n ranger. Ik mis alleen de hoed. Ja. Komt goed. Ja, komt goed hoor. En je ziet maar, die giraffen die blijven eten, hè. 30 kilo per dag. 30 kilo? 30 kilo per dag eten. Jeetje. Heel mooi. Die zijn nog een beetje speels, zie je dat? Kijk de aapjes. Baviaantjes toch? Oh wacht, dat staat hier op bord. Ja, de mantelbaviaan. Mantelbaviaan, die zijn wat kleiner. Ja, die zijn wat kleiner. Hier staan ze normaal. Het nachtverblijf. En dan kunnen ze televisie kijken. Ja, ze kunnen ook al televisie kijken daar. Dan vervelen ze zich niet. Dit is het nieuwe olifantenverblijf. Oh, dat is de trainingruimte. Ja, daar worden ze getraind en het is niet om, om kunstjes te doen of zo, maar het is gewoon om omgang te krijgen met de verzorgers. Ja, ja dat moet wel aan. Voor de verzorging is het. Nou, kijk. Mooi toch? Het dagelijkse menu per olifant. Oh, per olifant? Ja, ja. Het ontbijtje is een bal hooi, takken, wilgen, berken, maïs en 2 kilo semelen. En dan nog een brood voor de training, 100 liter water. En als lunch weer een bal hooi, takken, 3 kilo wortelen, dinner, 2 balen hooi, 1,5 kilo appels met takken. Zo. Lekker. En dat eten ze dus. En ik krijg het niet op. En dat is het allemaal. Ja. Dat is alleen de lunch. Ja, en het dinner, hè? Ontbijt, alles bij elkaar is dat. Ja. En dan gaan ze daar eten. Leuk. Koereiger. Koereiger. Is dat een kruising? Ja. Dat hoop ik toch niet. Vliegelijk toe. Hoe hard reden we hier naartoe? 280. Nee, 190. Moet een keertje kunnen. Was een klein stukje Duitsland, moet wel erbij zeggen, hè? Nou, ik heb er ook nog warm van. Oh. Maar het is ook warm. Oh, dat zijn chimpansees. Ze hebben het een beetje warm, ze gaan zoeken verschuiling onder het afdakje. Ja. Chimpansees wat middelvingers opsteken krijgen geen aandacht meer. Asociaal beest. Ja, nee, die krijgen echt geen aandacht meer. Dan loop ik gewoon door. En waar zijn wij nu dan? Bij het, hoe heet het, Congoplein? Ja, als ik het goed had was dit het Congoplein. Je ziet tenminste van alles te beleven hier. Ja. Stichting Wildlife. Niks zomer. Zomer, oh, zomerbloemenkunst. Ja. Maar dit is het zomergebied. Ja, dit was niet waar we gisteren waren. Nee, dit is iets heel anders. Hier kun je ook alles kopen, denk ik, hè? Ja. Als het straks open is. Ja. Het is open. Zie je? Ja. Ja. Ja, safari souvenirs. Nou, daar gaan we eens kijken. Even een kijkje nemen bij de safari souvenirs. Maar kan ik dit ook daar houden? Wil je even zitten? Ja, laten we maar doen. We kunnen zo niet het park meenemen. Ik ga even zitten en ik heb een souvenirtje. Dus wat ik zei toen straks, dat ga ik echt doen. Oké. Okay. Nou, ik was aan het denken, deze vind ik niet zo leuk. Ik denk dat zo'n medaille hier, zo'n medaille vind ik veel leuker. Vind je ook niet? Ja, dat is ook wel leuk. Nou, dan moet je hier je geld in doen. Ja. Dat is hem. Ja, binnen schuiven. En dan komt hij eruit. Oh, nou. Oké, dan is hij beschadigd. Maar dat is hem, andersom. Kijk, een hele mooie tijger erop met de Beekse Bergen. Die vind ik wel leuk. Die is leuk, ja. Leuke munt, hè? Voor de collectie. Achterkant? Ja, is een neutrale. Ja. Aha, en dan gaan wij weer door. Net de koffie gehad, dus we gaan weer door en we kunnen weer. Palmbomen, Chris. Palmbomen. Chris? Ja? Ik zei tegen jou, het komt toch wel goed? Wat komt goed? Met mijn safarihoed. Ja, safarihoed, ja. Ja. Kijk dan, een echte safarihoed. Ja, geweldig. Jij ook één? Nee, ik niet. Oké, okay. Nee. Nou, okay. Wat gaan we nou doen? Misschien een petje of zo, maar geen safarihoed. Wat gaan we nu doen? Ja, kijken welke dieren we teruggekomen zijn. Ja, we gaan weer door. Ik ben in ieder geval klaar voor de safari. Nou, ik ben er klaar voor. Moet je zo ook op het hek klimmen, hè? Ja. Vanaf hier is het een andere taal. Oh. moeten we onze taal aanpassen. Krits, vanaf hier was een andere taal, we moeten onze taal aanpassen. Afrikaans? Afrikaans. Ik kan niet Afrikaans. Ik ook niet. Kijk die. Kijk, hij is wakker. Oh, hij is wakker. Och ja. Gaat er op jacht. Ik denk dat de leeuwen eruit willen. Ha, daar lijkt het wel op. Dat doen ze alleen s'nachts. Ja, misschien ook overdag, dat weet ik niet. Ja. Leeuwenklauwen. Leeuwenklauwen. Zou die dat ook op onze auto hebben gemaakt? Ik denk het wel. Zo, die leeuw heet het Peugeot. Haha, die heet Peugeot, ja. Peugeot. Kom eens! Peugeot. Kijk wel. Ja. Oei, daar zit hij, ja. Peugeot. Ik ga door. Vast dus hoor. De puntlipneushoorn. We moeten een beetje geluk hebben, dat kunnen we misschien zien. Oh ja. Hier is die geweest, ziet er heel krachtig uit. Ik ben er wel klaar voor. Ja, daar heeft hij een gat gegraven. Ik hoor wel wat daar. Door de tunnel. Hier overheen lopen rijden de auto's van de autosafari. En wij zijn te voet. Ik heb mijn safarihoed weer op. Want, wat zien we nou? Kijk eens op bordje hoor. Vandaag het weer fout uit. Ja, dat klinkt dat van de warmte. Oké. Okay. Oh, die is mooi. Oei. Oh, wil jij wat geven? Wat aardig van jou. Oh, wat aardig. Nee, dat zomaar wil geven aan mij. Zo, oh. Oh, dan ben je een knapperd. Ja. Mooi beestje, hè? Nou, een beschadiging op zijn... Ja, ik zie het. Yeah. Oh. Ja, een knapperd. Ja. Yeah. Nou, dat was een mooie. Ze lijken zo vriendelijk. Ze zoeken contact. Ja, ze zoeken contact. Maar het kan natuurlijk ook zijn van, pak jij mijn blaadje, pak ik jouw vinger. Ja, dat kan ook. Ik denk van die snavel, dat kan mooi door die gaten. Dus nee, dat gaan we dus niet doen. We gaan weer door. Het is vandaag warmer dan ik dacht. Ja. Er zou eigenlijk heel veel regen komen, er is nog geen druppel gevallen. Maar ik stel voor dat we even wat drinken pakken. Ja, laten we dat maar even doen. Ja. We zitten hier nou bij het Afrika-dorp. Dus we gaan even wat drinken halen. Dit zijn Afrikaanse huisjes. Ja, een heel dorp hè. Met echte Afrikaanse muziek. En hier kun je even lekker zitten in de schaduw. Dat gaan we ook zo even doen. En die gaan het opruimen. Aapjes gaan de drollen opeten. Lekker zonnig hier. Zit mijn safari muts een beetje goed? Dat is een hoed. Ja, dat zit goed. De hoed zit goed. De hoed zit goed? Ja. Ik zei toch, het komt goed. Het komt goed met de hoed. Wat hebben we hier? Ik zie wel een neergestort vliegtuig daar. Oh ja. zoekt daar wat dat ligt. Grappig, hè? Ja. Die hebben het ook warm. Die heeft het warm. Tijgers. Tijgers. Ja, precies. Ja, zijn we allemaal warm. Hoe oud kon die nou worden, die tijger? 8 tot 10 jaar. 8 tot 10 jaar maar? Niet oud, hè? Nou, dat vind ik niet oud, nee. Congoplein. Daar moeten we heen. Ben jij klaar met die safariboot? Ik wel. Ja, ik ook. Die beeldjes zullen ook wel weer mooi zijn. Dat denk ik ook wel, ja. Duimpjes omhoog. Hé, ik zei duimpjes omhoog. Duimpjes omhoog. Wel opletten. Kijk of de boot eraan komt. Ja. Ik denk wel dat ik het zwembad aan moet, want ik zie dat hij net er tegenaan is gebost. Oh. Dat is de eerste dag misschien. Ja, ja, wie weet. Ja, ik denk dat hij wel doet. En trouwens, wij mogen op de safari boot. Ja. We waren nog net op tijd, dus wij gaan mee. We hebben ons kunnen melden. Ja. Moet je zien wat een grote boot dit is. Ja, mooi hè. Ik denk dat zijn wel de kleine bootjes. We zitten in de boot. Wij zitten in de boot. Ja. Ik ben benieuwd. We zitten wel beneden, hè? Ja. Boven was er wat vol. Boven was er wat vol. Maar hier zien we ook alles. Ja. Kijk maar. Ja. Het is niet veel te betalen. Als wij een dier krijgen van een aantal dierentuin, betalen wij alleen de transportkosten van dat dier. Maar oh. Verkeerd ook, als wij een dier opsturen naar een andere dierentuin, krijgen wij de vergeten. Aha, dat is pakketpost. Ja, dat was het einde. Zijn er weer? Kijk, daar is het weer. Dat is het einde. Als u van de boot afkomt, dan mag u alleen rechts van de boot de wandelroute op. Wilt u nou toch graag zo snel mogelijk naar het Entrainplein? Ga dan toch even rechtsaf. Einde van de bootsafari. Niks aan, dan loopt u. Dat was de safari. Laat iedereen zitten. Bootsafari. Ik weet ook niet waarom ze beneden blijven zitten. Maar dit is die andere boot. Nou, Chris. Tijd van ijsje. Ja. Zijn we er al? Nou, dat weet ik niet, maar ik heb wel zin in een ijsje nou. Die bootsafari was leuk. Ja, dus, grappig hè? Ja. Nou op zoek naar een ijskoolman. De zuidelijke cheetah. Zou ze vandaag thuis zijn? Nee. En dan plotseling hebben we toch de cheetahs gespot. Ah, kijk dan, daar. Een klein beetje inzoomen, zien jullie dat? Cheetahs. Je weet wel, die zijn zo heel bekend dat mensen ze wouden aaien. Nou, ik zou het niet doen. Tijd voor een ijsje. Een ijsje, Chris, kijk eens. Ijsje. Lekker. In dit gebiedje weer. Alleen zijn de aapjes weg, de olifanten zijn weg. De apen zitten allemaal op de rots. Hè? Oh ja, daarboven op de rots. Ja, kijk helemaal niet goed.